Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Ellen. Ellen volgt een ketogeen dieet. Een dieet met een extreem laag koolhydraatgehalte. Ellen begrijpt dat ze ten tijde van haar dieet geen dingen mag drinken zoals wijn. Want voor degenen die het niet weten, wijn is gemaakt van druiven. Druiven bevatten suikers. Ja, en die moet je nou juist beperken ten tijde van een ketogeen dieet. Ellen weet dit, maar ze had afgelopen zaterdag had ze visite. Visite die ze wel vaker heeft en waarbij ze het gewend is, het gebruikelijk is, dat ze samen een wijntje drinken. En Ellen weet dus dat het drinken van een wijntje niet past binnen haar dieet, maar ze heeft dit afgewogen. Nou ja, het was haar wel waard om omwille van het mee kunnen drinken van een wijntje die week maar eventjes wat minder effect te hebben qua gewichtsverlies. Dat had ze ingecalculeerd, dat had ze afgewogen. Ze had besloten, ik drink een wijntje mee met mijn visite en dan zie ik wel welke consequentie dat heeft. Ze was dus uitgegaan van enige consequentie voor met betrekking tot haar gewichtsverlies die week. En dan was ze eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Ellen heeft zaterdagavond dus een wijntje meegedronken met haar visite, met haar bezoek, met haar gezelschap. En toen was ze de dag nadien, dus zondagochtend, was ze echt behoorlijk benieuwd wat dat nou eigenlijk zou doen met haar gewicht. Want het is iets wat koolhydraten bevat en niet binnen haar dieet past. Dus ze ging op de weegschaal staan zondagochtend, dus de ochtend nadat ze dat wijntje had gedronken. En ze was best blij verrast, want het had helemaal niet zo'n nadelige consequentie. Ze was zelfs nog iets in gewicht gedaald. Ellen maakte zich al helemaal druk. Ze had het wel afgewogen dat het haar wel waard was wanneer het een consequentie zou hebben. Maar ze was wel een beetje angstig dat het een hele heftige consequentie zou hebben. Dus Ellen was blij verrast. Ze was zelfs nog iets gedaald in gewicht. Hoera, hoera. En ze ging dus gewoon de zondag in. Gewoon weer met haar dieet onder de arm. Ze ging gewoon zondag weer haar dieet aanhouden. En ging weer verder met haar dieet. Helemaal opgelucht dat de consequentie van het drinken van die wijn best meeviel. En ze konden ze gewoon weer verder met afvallen. En toen ging ze maandagochtend, dus de ochtend daar weer na, ging ze opnieuw op de weegschaal staan. Ondanks het feit dat ze gewoon haar ketogene dieet zondag weer had opgepakt, zelfs helemaal met positieve zin, want het was haar enorm meegevallen wat haar weegschaal die ochtend had weergegeven ten opzichte van wat ze had verwacht na het drinken van het wijntje, was Ellen zondag alsnog in gewicht toegenomen. En flink ook. En dit begrijpt ze niet, want zondagochtend was ze zelfs nog iets gedaald in gewicht. Zondag gewoon overdag heeft ze haar dieet gewoon weer aangehouden. En dus geen reden geboden om aan te komen. En maandagochtend was ze opeens aangekomen. Het lijkt wel een vertraagd na-effect van de wijn. Tenminste, dat is het enige wat ze kan bedenken. Dus de vraag van Ellen is, hoe kan het dat na de consumptie van wijn ik in eerste instantie niet aan was gekomen, maar in tweede instantie, dus een dagje later, wel. Hoe kan dat? Nou, Ellen, als jij een wijntje drinkt, dan drink jij niet alleen een goedje waar fruitsuikers in aanwezig zijn, waarvan je had beredeneerd, ja, dat past niet echt binnen mijn ketogene koolhydraatbeperkte dieet, maar dan drink jij ook een goedje waar alcohol in aanwezig is. En alcohol is nogal een toxische stof voor jouw lijf. Zodra een toxische stof in jouw lijf belandt, wat dus het geval is wanneer je een wijntje naar binnen klokt, dan moet jouw lichaam, jouw lever, het ontgiftingsorgaan, moet aan de slag. Jouw lever moet dan in de uren daarna de alcohol in die wijn gaan ontgiften namelijk. Nou, die lever die moet dat gaan ontgiften en die ontgifte stof die moet dan ook afgevoerd worden uit jouw lijf. In de tussentijd kan die lever niet de dingen doen die die normaal gesproken doet. Onder andere een bijdrage leveren aan het stabiel houden van je bloedwaardes.
En wat brengt dat teweeg? Die ontgifting, die afvoer van die ontgifte stof en het stabiel houden van je boetewaardes in de tussentijd onder invloed van stresshormonen. Dat brengt nogal een uitputting teweeg in jouw lijf. Een uitputting van onder andere vocht en vochtaantrekkende mineralen. Daar is jouw lichaam van uitgeput geraakt wanneer het alcohol te verwerken heeft gekregen. En als jij dan vervolgens de ochtend nadien met dat uitgeputte lijf, uitgeput van vocht en vochtaantrekkende mineralen, ja, dat zijn stoffen die enige massa met zich meebrengen normaal gesproken, maar waarvan jouw lichaam dan is uitgeput, als je de ochtend nadien op de weegschaal gaat staan met het uitgeputte lijf, ja, dan is jouw gewicht hoogstwaarschijnlijk niet gestegen, hè, maar gedaald. Want jouw lichaam is in de tussentijd uitgeput geraakt van vocht en vochtaantrekkende mineralen. En dat betreffen goedjes die nogal gewicht met zich meebrengen. En die zijn dus afgevoerd uit jouw lijf. Tijdens jouw lijf, jouw weefsels zijn ervan uitgeput geraakt. Vervolgens ga je de dag in met jouw uitgeputte lijf. Met weefsels die uitgeput zijn geraakt van vocht en vochtaantrekkende mineralen. Er moet er gewoon weer stofwisseling plaatsvinden in je lijf. Stofwisseling dat houdt in onder andere in eerste instantie de productie van energie. En de vorming van afvalstoffen. Heb jij een uitgeput lijf en ga je met een uitgeput lijf de dag in en moet er gewoon weer stofwisseling en dus energieproductie plaatsvinden en worden de afvalstoffen net als anders gevormd in jouw lijf, dan belanden die in jouw uitgeputte weefsels en kunnen die niet zo goed als al anders verdund, geneutraliseerd en afgevoerd worden en zullen die opstapelen in jouw weefsels. Wat is het gevolg van een opstapeling van afvalstoffen in jouw weefsels? Vochtretentie, vochtretentie, vochtretentie in jouw lijf. Met als gevolg, als je dan de volgende dag op de weegschaal gaat staan en de dag daarvoor afvalstoffen in jouw uitgeputte lijf zijn opgestapeld en voor vochtretentie, vochtretentie, vochtretentie hebben gezorgd, wat zul je dan de volgende ochtend op de weegschaal zien? Een toename in jouw gewicht. Dus, Ellen, als antwoord op jouw vraag hoe het toch kan dat jij na de consumptie van wijn in eerste instantie niet was aangekomen, maar in tweede instantie de dag daarna wel, nou, dat heeft te maken met het feit dat de consumptie van alcohol nogal uitputtend is voor jouw lijf, want jouw lichaam moet allemaal acties gaan vertonen wanneer jij een toxische stof naar binnen klokt, om jou te laten overleven en die toxische stof zo snel mogelijk te ontgiften en je lijf uit te voeren, wat voor uitputting zorgt. En een uitgeput lijf, dat is een lijf die niet zo goed functioneert, dat is een lijf waarin afvalstoffen heel snel kunnen opstapelen, waarin het verbruik heel laag is en waar je heel snel uitdemen, zwellingen kan gaan verkrijgen. Want ja, dat is het gevolg van een uitgeput lijf. En dus, ja, dat vindt pas plaats, die reactie op uitputting, de volgende dag. En dus de dag nadien zie je alsnog die leuke stijging in gewicht, die stijging in gewicht, welke de reactie van jouw lijf is op uitputting. Want je lichaam vindt het niet zo leuk als het uitgeput raakt. En daar zal het op reageren op een niet zo leuke manier. En dat is in dit geval een toename in gewicht door vochtretentie, vochtretentie, vochtretentie.